En dan, een beloning van in totaal 60.000 euro... moet helpen bij de oplossing van twee moordzaken. De slachtoffers, links Mohammed Al-Razi en rechts Samir Jabli. Ze werden in januari 2014 en december 2014 doodgeschoten in Amersfoort. En hun moorden werden eigenlijk vanaf het begin al met elkaar in verband gebracht. Vanavond toont de politie nieuwe, nog niet eerder vertoonde beelden. Ik heb daar zoveel uurtjes gestaan, daar op de plek waar het gebeurd is, dat ik op een gegeven moment dacht van, mijn broertje heeft het koud. Waarom laten jullie hem daar op de grond liggen? Dat is het beeld wat ik nu nog steeds heb. En dat gaat er niet uit. Tot bijna 10 jaar geleden is de familie Al-Razi uit Amersfoort nog compleet. Een gezin met 8 kinderen, van wie mbo-student Mohammed de jongste was. Hij was echt onze Benjamin. Het was een lieve, zorgzame jongen. Altijd betrokken in onze leven. Hij hield van zijn familie. Hij belde ons. Hij kwam onverwachts langs. Hij nam altijd iets lekkers mee. Als hij binnenkwam, dan merkte je dat er iemand binnenkwam. Mijn moeder die adoreerde hem. Die deed alles voor hem. Ontbijtje maken, zijn lunch als hij van school thuis kwam. 'S Avonds na trainer. Stond ook altijd eten voor hem klaar. Ook voor ons trouwens. Maar goed, voor hem was net even een streepje voor. Al eerder reconstrueerden we Mohammeds dood. Op 20 januari 2014 speelt hij zoals iedere week zaalvoetbal met vrienden en familie bij sportschool De Pelikaan in Amersfoort. Terwijl Mohammed binnen napraat, parkeert buiten een donkere BMW met daarin meerdere personen in de buurt van de sportschool. Hey jongens, ik ga ervan doen. Jij was de beste. Iets na 10 uur vertrekt Mohammed en loopt nietsvermoedend de parkeerplaats op. Hij probeert nog weg te duiken, maar het is te laat. Mohammed Al-Razi blijft zwaar gewond achter en overlijdt even later. Hij is pas 22. Het verdriet zal altijd blijven bestaan. De dag dat ik hoorde, hier in mijn huis, er is wat met jouw broertje gebeurd. Ze hebben hem doodgeschoten. Ik ben niet verder gekomen dan dat. En door middel dat ik hier weer mijn praatje doe, hoop ik gewoon zo dat er iemand opstaat. Dat er iemand is die onze pijn voelt. En ons eindelijk een stukje rust geeft. Ook de rust naar mijn ouders toe. Want ik sta hier nog steeds zoals ik 10 jaar geleden hier ook nog stond. Een enorme lijdensweg voor een familie. De dood van haar broer Mohammed lijkt onlosmakelijk verbonden met die van een andere Amersfoort. En dat is de 38-jarige Samir Jabli. Rechts. Veel mensen noemden hem trouwens Babbel, omdat hij altijd met iedereen een praatje maakte. En daardoor ook echt heel veel mensen kende. Zo kende Samir Jabli ook Mohammed Al-Razi. En sportte hij in het verleden, net als Mohammed, in de Pelikaan. Maar Jabli is onder meer actief in het drugscircuit. Toch meldt hij zich op 18 januari 2014 vrijwillig bij de politie. Ik heb het gevoel dat ik gevolgd word. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het is 2 dagen voor de moord op Mohammed. En Jabli voelt zich niet veilig. De aanleiding zijn 3 incidenten eerder die dag. Samir Jabli heeft het sterke vermoeden dat hij wordt gevolgd. Om te beginnen hier bij de McDonald's in Amersfoort-Noord. De politie laat nu voor het eerst die beelden zien. Hier zien we Jabli die 18 januari rond 16:45 aankomen bij de ingang van de McDonald's. Hij lijkt samen met 3 anderen. Ze maken een kort praatje en vervolgens zien we Jabli zich met 1 van die bekenden afzonderen. Na een paar minuten staan ze nogmaals met z'n 4 bij de ingang en gaan daarna terug richting de parkeerplaats. Niet veel later verschijnt deze man. Hij is onherkenbaar gemaakt omdat de politie inmiddels weet wie hij is. Waarschijnlijk voert deze man hier spotterswerkzaamheden uit. Met andere woorden, mogelijk houdt hij Jabli in de gaten. Hij lijkt hem hier in de McDonald's echter niet te kunnen vinden en verdwijnt uit beeld. Korte tijd later gaat Jabli tanken bij de Total verderop in Amersfoort. Daar verschijnt weer diezelfde man als bij de McDonald's. Jabli merkt het en is vervolgens extra op zijn hoede. Na zijn bezoek aan de Total rijdt Samir Jabli richting zijn ouderlijk huis. Hier aan de Leonardo da Vinci straat, ook in Amersfoort. Bij thuiskomst vertelt een familielid hem dat er buiten een donkere BMW rijdt. Met daarin mannen met bivakmutsen.
Bij Jabli gaan meteen alle alarmbellen af. Hij voelt zich zo onveilig dat hij de politie, nou niet meteen zijn beste vriend, inschakelt. U spreekt met Jabli. Er rijdt een liquidatieploeg voor mijn deur met bivakmuts om. En een 330 BMW met wapens. Een BMW in 3 dus, een 330 zwart. Ik zag één forse man achter het stuur. Ik denk dat het echt een AT moet komen, want anders gaat het echt uit de hand lopen hier. Samir Jabli blijft die dag ongedeerd, maar voelt zich ernstig bedreigd. Zeker als 2 dagen na dat telefoontje zijn kennis, Mohammed Al-Arazi, wordt doodgeschoten bij sportschool De Pelikaan. Toch blijft het in de maanden daarna relatief rustig. Jabli pakt zijn leven weer zoveel mogelijk op, zoals hier op 30 november 2014 bij de Plus in Amersfoort, waar hij samen met een vriendin een boodschap haalt. Toch zijn deze niet eerder vertoonde beelden de laatste waarop hij levend te zien is. Na het boodschappen doen gaat hij met een vriend bij 2 vriendinnen langs. En daarna brengt hij die vriend thuis. Zelf rijdt hij richting zijn ouderlijk huis. Hier op de Hendrik de Keizerlaan parkeert hij dan rond 3:10 die nacht zijn auto. Maar tijd om uit te stappen krijgt hij niet. Hij wordt van dichtbij onder vuur genomen. Hij is kansloos tegen de kogels en overlijdt ter plekke. Vanaf vandaag is er voor de tip die leidt tot de oplossing van elk van deze moorden 30.000 euro, dus 60.000 euro beloning totaal. En daar is een goede reden voor, want er zijn ontwikkelingen. Ja, al zijn de moorden bijna 10 jaar geleden. We merken dat er nog steeds geruchten de ronde doen in het criminele circuit. Bovendien hebben we pas geleden nieuwe informatie ontvangen. We kunnen daar inhoudelijk niet op ingaan. Wel kan ik zeggen dat die informatie zo interessant is dat een rechercheteam nu volop bezig is een aantal moorden te onderzoeken. En daarbij wordt er ook gekeken naar eventuele verbanden met andere liquidaties in de periode tussen 2011 tot 2014. Dat onderzoek doen we onder meer aan de hand van cryptocommunicatiedata en nieuwe forensische sporen. Die beide moorden lijken allebei dus heel zorgvuldig te zijn voorbereid. Ja, klopt. We hebben sterke aanwijzingen dat zowel Jabli als Al-Arazi voor hun dood in de gaten zijn gehouden. Vermoedelijk door een groep die speciaal werd ingezet om liquidaties voor te bereiden en uit te voeren. Dan moet je denken aan slachtoffers volgen, vluchtauto's regelen en uiteindelijk ook de moorden te plegen. Nou, zulke grondige voorbereidingen zien we rond beide moorden. En we houden er daarom sterk rekening mee dat het door één en dezelfde dadengroep gedaan is. Over die groep willen we daarom dringend informatie. Mede daarom hebben we besloten om beelden van 2 van zulke vermoedelijke volgacties dus vandaag voor het eerst te laten zien. U zag die, dat gaat het om diezelfde man die bij de McDonald's was 18 januari en daar ook bij was toen Samir Jabli daarna dus ging tanken. Ja, en ook al kennen we de identiteit van de man, we kunnen hem niet herkenbaar tonen, maar we laten toch de beelden vandaag zien, omdat we meer willen weten over de rol van hem. Wat was hij hier aan het doen? Was hij daadwerkelijk Jabli in de gaten aan het houden? En wat is zijn eventuele verdere rol geweest bij de uiteindelijke liquidatie? En mogelijk is dezezelfde man ook betrokken bij de dood van Mohammed Al-Arazi. Ja, bij de moord op Al-Arazi is een tweede vluchtauto gebruikt, een soort BMW. En die is uiteindelijk achtergelaten op de Henegouwen in de Utrechtse wijk Lunette. En destijds is daar dezelfde man gezien die Jabli heeft achtervolgd bij de McDonald's en het Total Tankstation. Hij lijkt dus op de een of andere manier betrokken bij de moord van Al-Arazi en de moord van Jabli, maar mogelijk ook nog bij andere moorden. U wilt dus tips over die man op die bewaking. Beelden, maar een van de andere aanknopingspunten is ook nog altijd een compositietekening. Klopt. Deze tekening is van de man. Tijdens de moord op Mohammed Al-Arazi was hij bij de sportschool in Amersfoort en in een eerste vluchtauto zat hij achter het stuur. Nou, we hebben tot nu toe nooit kunnen vaststellen wie deze man is, maar we hopen dat er alsnog mensen zijn die iets weten daarover of een vermoeden hebben wie het kan zijn geweest. En daarnaast, eigenlijk in de hele breedte, u wilt sowieso een beroep doen op iedereen die rondloopt met informatie, vermoedens over deze beide moorden. Ja, er moeten mensen zijn die iets weten of vermoeden, misschien al wel sinds 2014... over de achtergrond, de uitvoerders of de opdrachtgever bij elk van de moorden. Of die misschien iets weten over een eventuele samenhang tussen alle zaken. Met deze mensen willen we nog steeds heel graag in contact komen. Nou, om ze over de streep te trekken is die beloning verhoogd tot 60.000 euro... voor een tip die leidt tot de oplossing van beide zaken. Wie kan er iets vertellen dus sowieso over deze personen, hun motief en hun rol rond de moorden op Mohammed Al-Arazi en Samir Jabli? Alle sporen vanaf nu op onze site. En weet u meer, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de politie via de tiplijn
of bel voor een vertrouwelijk gesprek met het team Bijzondere Getuigen. Nummer is 088-661-7734. Dat staat ook op onze site. Dan kunt u vertrouwelijk met de recherche spreken en dan komt uw naam niet in het dossier.